Dit is Drenthe Nu van dinsdag 12 maart met vanavond. Onderzoek naar het verleden wordt voortgezet in Daalkampen bij Borgen. En wonen in het tuin bij je kinderen levert problemen op in Coevorden. En certificaten voor maatschappelijke bijdragers in Hoogeveen. Verder een grijze dag vandaag, temperaturen tegen de 9 graden. Maar er lijkt ander weer op komst. Remco praat ons straks bij. Heel goedenavond. In de wijk Daalkampen bij Borger komen nieuwe huizen. In de grond eronder zijn mogelijk oeroude resten te vinden van prehistorische nederzettingen. Archeologen hebben in de afgelopen jaren bijna het hele gebied al omgespit. En nu is het laatste lapje grond aan de beurt. In de uiterste noordwesthoek van Daalkampen. En weer gaan de schep en de graafmachine de grond in Borger. Voordat er op deze plek woningen voor senioren worden gebouwd, mogen archeologen zich uitleven. We hopen eigenlijk dat we nog de rand van de nederzetting gaan vinden. We zitten hier wel zo'n beetje in het gebied waar het ophoudt, maar we hopen stiekem wel dat we nog een huisplattegrond gaan vinden. Of wat van die kleine spiekertjes van die bijgebouwen, afvalkuilen, dat soort dingen. Voordat hier huizen stonden, werd in de wijk Daalkampen al van alles opgegraven. Zo vonden archeologen huisplattegronden in de bodem die erop wijzen dat hier vroeger 3000 jaar geleden dit soort boerderijen hebben gestaan. En andere vondsten, zoals scherven van potten. En nu is de noordwesthoek van de wijk aan de beurt. En het gebied met het rode lijntje eromheen. Het is eigenlijk nog zo'n één laatste hoekje, wat we nog niet gezien hadden. En dan is de puzzel zo'n beetje klaar. Het laatste puzzelstukje wordt nu gelegd, of opgegraven eigenlijk. Een graafmachine haalt laagje voor laagje het zand weg tot ongeveer 80 centimeter onder het maaiveld. En als het goed is, als het er zit, dan zien we daar onze archeologische sporen. En hoewel ze hier al veel gevonden hebben, blijft Hielke Maan nog van iets dromen. Oh, ik hoop zelf altijd op bronzen bijlen, daar ben ik ooit op afgestudeerd. En ik heb er nog nooit eens zelf mogen vinden. Dus dat is wel eentje wat op mijn verlanglijstje staat. Nou, wie weet. Ja, we doen ons best, hè. Door een ongeluk op een spoorwegovergang bij station Assen lag het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen rond 12:30 stil. Het zou gaan om een aanrijding met een persoon die het spoor overstak. Maar wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Ook is onbekend hoe het slachtoffer er aan toe is. Volgens de NS reden treinen vanaf 2 uur weer volgens dienstregeling. Grote zorgen bij de politiek in Assen over de slechte staat van de muziekkoepel in de gouverneurstuin. Houten trap is rot en zwammen hebben de vloer aangetast, volgens de raadsfractie van Assen Centraal. En dit werkt grote zorgen omdat er binnenkort belangrijke evenementen gepland staan waarbij de koepel gebruikt wordt. Zo staat Koningsdag voor de deur, het Titi-festival maakt in juni gebruik van het podium en ook het Prevenement heeft activiteiten gepland op die locatie. Maar het is twijfelachtig of deze evenementen zonder problemen het podium kunnen gebruiken. Assen Centraal wil weten of de koepel binnenkort gerestaureerd wordt. Ruim 5000 vierkante meter groot is de tuin van Barbara Schulte in Dalen. Plek zat dus om er een woonunit te plaatsen voor haar ouders, die kleiner willen wonen. Maar haar plan haalt het niet bij de gemeente Coevorden. Ine en Bas Karman wonen al jaren prachtig in een groot huis in Meppen met een flinke tuin. En toch zien ze daar hun toekomst minder zonnig in. Ik heb last van mijn knie. Die slaat af en toe naar vast. Waardoor traplopen voor mij een probleem wordt. Het is nu al zo dat ik slapen ga aan de grond. Mijn man heeft een dubbele hernia gehad. En ja, onderhoud in de tuin, op een ladder, bomen snoeien, goten schoonmaken. Dat vind ik niet zo'n strak plan, want straks gebeurt er iets en dan zitten wij in de zorg. Grasmaaien, bladharken, snoeien, bomen kappen, de boel opruimen. En wat ik vroeger in een uur deed, doe ik tegenwoordig een dag over. Het wordt iedere keer zwaarder. Ja, maar dan wordt het dus zo. Een appartement is niets voor het tweetal, daar worden ze zenuwachtig van. Maar er kwam ruim een jaar geleden plots een idee uit onverwachte hoek. Als je hierachter kijkt, tussen de bomen door, helemaal in de hoek, is eigenlijk plek zat om een mooi huis te kunnen gaan bouwen. Wat volgde was een lang traject bij de gemeente, maar tot nu toe bleef een vergunning uit, omdat bouwen in het buitengebied niet is toegestaan. En voor mantelzorg krijgen haar ouders geen verklaring van de arts. Toen zijn we gaan kijken naar pre-mantelzorgwoningen. Helaas heeft de gemeente Coevorden ook geen pre-mantelzorgbeleid. Dus ja, we staan eigenlijk een beetje nu in een soort padstelling wat we nu moeten gaan doen.
De gemeente erkent dat dit stroef loopt omdat er geen beleid voor is. Daarom start Coevorden deze zomer met een proefproject, Flex wonen op eigen erf. Het is een onderwerp, denk ik, dat heel veel van onze inwoners in de gemeente Coevorden best wel bezighoudt. Want mensen denken toch na over hun oude dag. Een verzorgingshuis is niet altijd een optie en ook niet altijd even aantrekkelijk. Ja, dan ga je nadenken over opties wellicht op je eigen erf. En dat is nou precies waar we als gemeente Coevorden de komende tijd beleid op willen gaan maken. En dat kan dan ook voor mensen die een pre-mantelzorgwoning nodig hebben, kan dat soelaas bieden. Maar ook voor bijvoorbeeld jongeren die hun eerste stap willen zetten. Of dat nieuwe beleid op tijd komt voor het echtpaar Karman, dat is even afwachten. We praten over mensen die al wat ouder zijn en die nu nog wel geen zorg nodig hebben, maar wel binnenkort de verwachting dat dat nodig is. Dus hoe eerder die mensen nog kunnen genieten van hun leven, hoe beter dat is, denk ik. Problemen met waterdruk, iets waar mensen in de omgeving van Hogeveen zomers geregeld mee te maken hebben. In de ochtend en avond, als iedereen tegelijk gebruik wil maken van het waternet, ontstaat er een zogeheten piekbelasting. Dat is niet fijn als je net aan het douchen bent. En om te zorgen dat er tijdens die piekmomenten voldoende water beschikbaar is, bouwt WMD Drinkwater in Hogeveen een nieuw waterreservoir. Wij staan op dit moment in een van de twee helften van het reservoir, wat over een aantal maanden vol zal staan met water. In totaal gaat er in het reservoir 3,5 miljoen liter drinkwater. En dat is opgedeeld in twee helften. Dus we staan op dit moment in een van de twee helften met een inhoud van 1,75 miljoen liter drinkwater. Heel veel drinkwater dus. In Drenthe staan wel meer van dit soort reservoirs. Toch is deze bijzonder. Alle andere reservoirs die we hebben zijn eigenlijk gewoon kelders die onder de grond zijn verstopt. Hier in Hogeveen hadden wij het probleem dat wij heel veel water moesten opslaan op een beperkte oppervlakte en daarom moesten wij hier wel de lucht in. En dat komt goed uit, want zo is goed zichtbaar wat de bedoeling is. Wat we nu nog tegenaan kijken is voor een deel, gaat straks voor een deel nog onder de grond verdwijnen. Ook de blauwe leiding die je nu nog uit het gebouw ziet komen, wordt uiteindelijk afgedekt met een hoeveelheid grond tot aan het metselwerk wat je ziet. En die blauwe leiding is belangrijk. Deze gaat het nieuwe reservoir verbinden met het buitengebied van Hogeveen, waar waterdruk niet altijd vanzelfsprekend is. We zien daar vaak in de zomer klachten vandaan komen dat er te weinig druk op de leiding staat. En dat komt er vooral door dat we de druk vanaf dit pompstation op de bestaande leiding niet hoger kunnen zetten. Omdat dan de watertoren die we in bedrijf hebben zal overstromen. Hogeveen maakt nog gebruik van een watertoren. Deze geeft altijd evenveel waterdruk en soms dus te weinig. Het reservoir lost dit probleem op als buffer tussen de fabriek en de klant. Eigenlijk is het maken van water een continu proces. En die kraan staat eigenlijk altijd aan. En het transporteren van het water naar de klant toe gebeurt eigenlijk in twee hele grote pieken op een dag. En het reservoir is ertussenin een emmer die zich continu blijft vullen. En zo komt het drinkwater dan via deze buis in die emmer. Maar dat kan nog niet meteen. Op het moment dat deze reservoirhelften allebei gedesinfecteerd en schoon zijn bevonden, gaat de deur en het dakluik dicht. En dan pas over 10 jaar komen we er weer in voor een inspectie. En in die tijd gaat deze deur dus niet meer open. Drenthe een prachtige provincie is, dat weten we. Het is zo mooi dat RTV Noord een Drentse foto heeft gebruikt voor zijn nieuwe omslagfoto op Facebook. Ja, ze plaatste erbij dat het een fijn Hollands beeld is, maar het is natuurlijk een Drents beeld. De foto kwam ons bekend voor en dat is niet zo gek ook, want onze omslagfoto van onze Facebookpagina is namelijk op precies dezelfde locatie. Het is een molen De Zwaluw in Oudemolen en dat is toch echt Drenthe, hè? FC Emmen dan heeft een nieuw team in het leven geroepen, oud-FC Emmen. 32 oudspelers van FC Emmen zijn op officiële wijze ingewijd op het kunstgrasveld in stadion De Oude Meerdijk. Dat je nu al die oudspelers weer terugziet, dat is echt lang geleden. Het is hartstikke bijzonder, want er zitten een heleboel oudspelers, maar ook een boel oud jongens waar ik met de A-junior al mee gewerkt heb. Ik vind het nogmaals, ik zeg net al, helemaal geweldig, maar het is echt heel leuk. Er mag weer gestemd worden. Deze keer niet op een politieke partij, maar op de agrarische onderneming van het jaar. En een van de 5 finalisten is een Drents bedrijf. Dat van Peter Oosterhof en Marieke den Oudsten in Foxwolde.
heel veel winnaars die hebben ooit aan mogen schuiven bij de uitblinkerslunch op Paleis Noordeinde. Dus misschien mag ik tussen Willem en Maxima in gewoon zitten. Ja, dat liep mij gewoon. Ja, dat liep mij ook. Dat wil ik wel heel graag, ja. Ja, dit zijn Mohammed Alvaris, Omar Marawi en Najmi Mert. Ze wonen in het AZC in Hogeveen en kregen vanmiddag samen met bijna 100 andere bewoners een certificaat uit handen van burgemeester Karel Lohuis. Dit omdat ze zich inzetten voor de gemeente Hogeveen. Mohammed, Omar en Najmi kregen een document omdat ze zich iedere dinsdag helpen bij ontmoetingsbijeenkomsten voor ouderen in de Olde Biep. Zo ook vanochtend. Oh, goed. Hoe gaat het dammen? Moeilijk. Docent. Met mijn docent. Waarom komt u elke dinsdag naar hier? Nederlands talen praten en Nederlands cultuur praten. Want hoe doet hij het? Goed. Goed, heel goed. Hij probeert het. Hij heeft het geprobeerd, hij probeert het nog. Dus dat wordt beloond. Want meneer Mert en de andere asielzoekers geven de bewoners ook wat terug. Elke dinsdag steken ze de handen uit de mouwen. Ik doe een broodbord voor salade, een soort salade. Fruitsalade voor mijn mensen. Ik kan meer helpen met oude mensen. Voor drink koffie, drink thee, eten, spelen, dansen. Heel waardevol voor de beeldvorming. Wij zien op de media vaak de negatieve kanten van. Maar als je ziet wat ze, en hoort wat ze meegemaakt hebben en hoe ze met een glimlach alles doen en met veel plezier, dan word ik heel blij en zij zijn ook blij. En dan hebben we gewoon met elkaar plezier. En om daarvoor een stukje waardering uit te spreken, krijgen de mannen vanmiddag dus een certificaat uitgereikt door de burgemeester. Ik ben kom te zeer wat mensen in helpen en spelen en Nederland leren. Vindt u het leuk? Leuk, ja. Fijn dat ze er zijn? Ja, is altijd goed. Ik hou van mensen. Alleen jammer dan dat hij dan net gewonnen heeft en u niet? Oh, nou, ik had al 3 keer gewonnen. Dus dat ging niks. Dat is prima. Ja, die peerden hier achter mij, die staat net als ik te wachten op zonnegie. Het was druilerig vandaag. Er viel nog een bui, maar het wordt echt wat beter. Ja, en vanavond klaart het eerst wat op. Maar vannacht wordt weer bewolkt en kan er wat lichte regen vallen. Het kwik zakt tot een graad of 5. Maar morgen wordt het al wat beter. Morgen vroeg is eerst nog wat nevelig en bewolkt. Maar in de middag klaart op en dan blijft het droog bij een graad of 13 en matige zuidwestenwind. En dan kijken we even wieder voor uit. Op donderdag wordt voorjaar. De zon laat zich regelmatig zien en blijft droog bij 16, misschien wel 17 graden. Op vrijdag is het weer wat wisselvallig en kan de bui vallen. Op zaterdag wordt het weer wat rustiger en blijft op de meeste plaatsen droog. Het is dan zo'n 13 graden tot aan de maal. Dankjewel. Tot zover deze uitzending. Meer nieuws altijd online te vinden, hè, op de app of website. En dan leest u nu bijvoorbeeld over de opening van een nieuwe fietsattractie in onze provincie. Neem vooral even een kijkje. Voor nu nog een heel fijne avond gewenst en heel graag tot morgen.